Je zegt, je zou ze alle twee pakken. En jij zegt, ben ik met ze één. Maar ze moeten toch elkaar aanvullen. En nou, dat doen ze tot vandaag wel. Nee, maar ze vullen elkaar juist geweldig aan. Ja. Ik bedoel, als jij twee spelers kan halen die voor jou 40 goals maken op een jaar. Nou, gelijk tekenen, gelijk binnenharken. En wat er vandaag gebeurt, dat is... Ja, toch? Ja, wat er vandaag gebeurt, is eigenlijk niet erg. Nee, maar dit is de laatste wedstrijd. Ik bedoel, dan is het niet alleen PEC Zwolle waar je tegen speelt. Dan zitten we nog iets meer achter. Bij Feyenoord proberen ze ook Berghuis nog in de beginfase op de topscorer van het seizoen te maken door hem alle ballen te geven. Ja. Dus dat was wel het werd nog een aardige wedstrijd daardoor vanmiddag bij AZ PEC. Ja, wat dat betreft was het wel weer apart. Of goed voor... Jan Baks dan, die uiteindelijk toch wel had gewonnen, maar dat Johnson eraf werd gehaald bij ADO. Ja, ADO wist ook hoe de stand van zaken was, dat Jan Baks voorlag op dat moment volgens mij, 1 goal. Maar ook dat Groenendijk gewoon denkt, net zoals vorige week bij die strafschop, waar we spelen woensdag play-offs. Ja, en ik wil gewoon zo fit mogelijk naar die wedstrijd. Nou, later bleek hij dus, dat zagen we, bleek hij ijs om zijn knie te hebben. Dus dat zou het voorzorg kunnen zijn. Over Johnson gesproken. Ja, graag. Ja, Chris, wil je graag? Nee, liever niet, hè, want ik kan me herinneren toch dat jij in het begin van het seizoen, nou ja, Johnson. Nee, helemaal waar. Ik vond Johnson gewoon eigenlijk helemaal niet goed. Ik vond eigenlijk niks. Nee. En hoe komen ze nou met deze zwabber? Want hij hobbelde een beetje mee, geen balgevoel, alles ging de verkeerde kant op. Is je mening bijgesteld? Ja, dat kan niet anders. Als je 9 goals gemaakt hebt en je doet mee om de topscorertitel. Ja. En je club is voor het eerst in jaren weer ergens op niveau terechtgekomen. Een geweldig compliment voor ADO en de scouting. Want ja, ze hebben hem toch ergens gezien. Mm-hmm. En gezegd, dit kan van ons wel de spits zijn. Nou, dat is hij gewoon gebleken. Dus dat heeft ook recht om een correctie uit mijn mond te krijgen. Ja. Ik vond het begin echt helemaal niks. En nu denk ik, alles is raak. Iedereen had het, Kees. Ik bedoel, je zag een speler met van die hoog opgetrokken benen. Hij miste in het begin een paar hele grote kansen. Het enige wat je wel meteen zag, dat hij heel fit was. Ja. Hij liep heel veel, hij knokte veel. Maar je dacht wel, van, dat is maar een matige voetballer. Maar dat is hij niet. Hij speelt nu ook gewoon weer in het Noors elftal in de basis. Gewoon international, dat is een heel aardig elftal. Ja, maar... Wat er gelukkig voor ADO niet meedoet aan het WK. Nee, maar hij paste dit seizoen. Met name dit seizoen, zeg ik. Ja. Perfect bij dit ADO. Dat moet je even toelichten dan? Nou, gewoon omdat het een hele ervaren selectie is, vind ik. Ja, een van de oudste in de Eredivisie. Ja, met veel Nederlandse jongens. Ik heb echt het idee... want ik vind het super knap wat zij dit seizoen hebben gepresteerd. Maar ik heb echt wel het idee dat echt wel een team is wat... ook buiten het veld heel veel dingen met elkaar samen doen. Hier heeft nog een tijdje een soort controverse gezeten tussen Immers en El Khattabi. Ook daar ging het om ego's. Want El Khattabi kreeg natuurlijk een bepaalde fase alle eer naar zich toe. En met enig recht. En dan had Immers wel weer de pest over in. Ja. Maar ook daarbij, net zoals bij AZ, hebben ze tegen elkaar gezegd... ja, blijkbaar passen wij bij elkaar en accepteren we elkaar maar met het gevolg. Dat ze nu op 7 zijn. Ik vind het echt knap. Maar dat is knap van Immers, want Immers die liep zijn poot onder zijn kont vandaan. Ja. Hè, om te helpen op het middenveld. Waar hij normaal gesproken iemand is die goals maakt. Zeker. Hè? Ik had hem ingetekend op 15 goals dit seizoen. Hij heeft er maar 3 of 4 of zo. Ja. Ja. Maar hij heeft zich echt ongeschikt moeten maken. ADO gaat uiteindelijk naar de play-offs. Maar toch? Wil je nog... Nou, ja, we praten... Doe maar. Als het aan ons ligt, dan loopt heel de Eredivisie leeg. Maar dit is natuurlijk wel... Ik vind dit wel een speler waarvan ik... Die zou ik ook verkopen als ik ADO was. Want ik heb bij hem niet het idee dat hij volgend jaar 15 plus gaat halen. Dat kan best wel eens... 9 zijn. Ja, dat kan best wel eens even... Ja, dit is echt iets voor mensen als Van Assen, Groenendijk en Manders... om te kijken wat ze met hem doen. Want ADO komt ook uit een hele slechte financiële situatie. En die zou het geld goed kunnen gebruiken. Nou, natuurlijk. Als deze man voor een paar miljoen kan worden verkocht aan weet ik veel wie... dan is het bijna... dan moet je hem bijna wel verkopen. Ja, maar ik zou dat... financieel gezien heel erg logisch vinden. Ja. Ja. En ik zou het sportief gezien, kan je wel iets voor terugkrijgen. 19 is veel, hoor. 19 is veel. Maar heel erg veel. Dat was dit seizoen, Kees. Ja. We gaan even kijken naar het programma van de play-offs. Want Heerenveen heeft zich geplaatst en ADO heeft zich geplaatst. En die andere clubs hebben zich ook geplaatst. PEC dus niet uiteindelijk. We krijgen op woensdag ADO tegen Vitesse. En dan tegelijkertijd Heerenveen. Dat wil zeggen op dezelfde avond Heerenveen FC Utrecht. En op zaterdag de replays van die wedstrijden. Wie is er favoriet?
ADO. Kees? Vitesse. Arno? ADO. ADO. Oké, okay, Sjoerd. Ja, ik wil nog even doorgaan op ADO en op PEC ook. Want die speelden aan het begin van het seizoen tegen elkaar. Toen ging het nog helemaal geweldig met PEC. Die hadden bijna alles gewonnen. En toen kwam ADO op bezoek. En toen zei trainer Fons Groenendijk van ADO... ja, wij maken vanavond een einde aan het sprookje van PEC. Nou, dat gebeurde niet. Het werd 2-0 voor PEC. En ja, en toen zei Van het Schip na afloop van de wedstrijd... Fons, ik heb een cadeautje voor je. Fons is een goede collega van mij, dus ik heb een cadeautje voor hem gekocht. Dat je maar gewoon blijft geloven in dat soort dingen, Fons. Waardering, jongen. Maak me even open. Het is best wel... Deze humor ken ik nog wel uit onze Ajax-tijd. Kijk. Ik weet dat jij dit waardeert. Ja, het sprookjesboek van Andersen. Maar nu aan het einde van het seizoen is het sprookje van ADO toch uitgekomen... en staat PEC notabene met lege handen. En dus had Fons Groenendijk heerlijk wat te lezen op de terugweg van Kerkrade naar Den Haag. En John van het Schip die reageerde dan daar weer op. Wel met de felicitaties, zo neer. Tweet hebben we niet. Hij reageerde op Twitter. Ja, visser gefeliciteerd. Wat zei ik? Visser gewist. Visser gewist. Goed, op zo'n laatste speeldag is het ook een dag van afscheid nemen. En er vertrekken nogal wat trainers dit seizoen. John Stegeman bedankt de Heracles supporters. Hij gaat naar Go Ahead, zoals we weten. Waar Mitchell van der Graag naartoe gaat, dat weet niemand. Maar het Excelsior publiek is hem dankbaar. NAC-trainer Stijn Vreven vertrekt ook door de voordeur. Kwam als indiaan, vertrekt als held. En er zijn ook scheidsrechters die afscheid nemen. Ed Jansen floot vandaag zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal. Zijn afscheid was ook direct het hoogtepunt van de wedstrijd PSV FC Groningen. Het was niet om aan te zien. Ook de laatste wedstrijd van Ajax was voor de supporters geen hoogtepunt. Matthijs de Ligt was zo in slaap gesukkeld dat hij vergeten was dat hij voor Ajax speelt. Hij maakte doelpunt voor Excelsior. Ja. Het hele seizoen van Ajax gevangen in één shot. Het is trouwens niet de eerste keer dat De Ligt een doelpunt weggeeft op Boudestein. Vorig seizoen op bijna dezelfde plek gebeurde dit. Maar wat doet De Ligt daar? Legt de bal zo voor de voeten van Van Duinen. En Van Duinen scoort! Ajax wint dit keer wel. Het zou zomaar het laatste doelpunt van Kluivert kunnen zijn in een Ajax-shirt. We weten het niet. Ziyech versiert daarna een penalty en wil hem ook nemen. Maar Schöne gunt hem aan zijn landgenoot Kasper Dolberg. Fijn voor hem met het oog op het WK. Want de assistent-bondscoach van Denemarken, vorige week nog hier, John Laudermason, zit op de tribune. Dolberg deed dit jaar geen moment mee in de race om de topscorerstitel. Dat geldt wel voor Frans Sol, maar dan moet hij er nog wel een paar inschieten. Met een gelukje Liefdink en dat is een enorme kans. En deze kans is nog groter voor Sol. Ja, veel mooier gaat hij niet aangereikt krijgen vanmiddag. En de supporters in Tilburg zijn bikkelhard. Na deze kans wordt zijn spandoek direct weggehaald door dit jongetje. Sol blijft steken op 16 goals. Hup, weg ermee. Vitesse speelt nog met 2-2 gelijk tegen Willem II. Maar was al zeker van de play-offs om Europees voetbal, Vitesse. Datzelfde geldt ook voor FC Utrecht, dat vandaag won van VVV. Sparta was ook al zeker van de play-offs, maar dan die andere die je niet wil spelen. Die ondegradatie. Het leek allemaal veelbelovend tegen Heracles. Een wereldgoal voor Fred Friday. Hij is in vorm. Geweldig hakje. Maar door een mooie slalom van Peterson komt Heracles al snel weer terug. Dit beeld kennen we inmiddels. Een tierende advocaat. Nou, ga dan even rustig zitten, Dick. Oh nee, toch niet. Heracles wint uiteindelijk makkelijk. En zelfs Tim Breukers, die nog nooit scoorde in de Eredivisie, wint in zijn 225ste wedstrijd het net. Donderdag speelt Sparta tegen Dordrecht. En advocaat was vol vertrouwen, maar ziet nu er wel de ernst van in. Als zij denken met deze instelling van Dordrecht te winnen, dan kunnen we beter niet gaan. Want dan heb ik geen schijvenkans. Roda ja, moet donderdag uit naar Almere City, want de kleine theoretische kans die het had om rechtstreeks in de Eredivisie te blijven, vervloog vandaag. We wisten wel dat er een scenario zich moest voltrekken die alleen in dromen voorkomen. Roda verloor dus van ADO, maar scoorde nog wel twee keer. Even vragen aan ADO-coach Fons Groenendijk hoe dat dan mogelijk was.
Ja, dan geef je dat weg. Misschien onnodig. We vergaten te voetballen. Ja, vergeten te voetballen. Toch nog een bingo op de laatste speeldag op onze grote voetbalcliché bingo kaart. Helaas is de hele kaart nog niet vol. Dus deed Heerenveen-speler Denzel Dumfries bij onze collega's van Omroep Friesland nog een uiterste poging. In het Fries? Want het zijn volgens mij 4 finales. Dus de bal is rond en ja, kan van alles gebeuren. Dus in de play-offs is het een hele andere competitie. De wedstrijd duurt 90 minuten. Het gaat nu echt om alleen de winst. Het zijn sowieso nu 2 finales en daarna weer 2 finales. Dus ja, dat ligt volledig mijn focus op dit moment. En als je het niet erg vindt, dan focus ik me daarop. Nee, wat ik zei, voor mij ligt de focus volledig op play-offs. Ik focus me gewoon lekker op de play-offs. Ja, voor ons is het niet belangrijk dat wij gewoon volle focus op de play-offs hebben. Ligt de, play-off, of de focus nou op de play-offs? Ja, we hebben nog alleen... Ja, ja, is de hele kaart toch nog vol. Ja, volgens mij deed hij het expres toch, of niet? Denk je niet? Nee, ik denk niet. Jij zag het. Ja, ja, okay, ja. Was wel juist wat hij zei. Ja, zeker. Goed, dan nu de focus op Twente, gedegradeerd. En dan gaat de tegenstander grappen over je maken. NAC komt op bezoek en de fans uit Breda hebben zout voor de deur gelegd om in de wonden te strooien. En een krat bier neergezet waar de eerste divisie naar vernoemd is. Toch zijn ze bij Twente wel weer aardig positief, want ze hebben al heel veel seizoenskaarten verkocht voor volgend seizoen. Kijk, zegt de supporter, we hebben nu al meer seizoenskaarten verkocht dan er bij Almere City in het stadion passen. Waarop Almere City reageert. Ja, dat klopt, maar het verschil is dat wij nog wel uitzicht hebben op de Eredivisie. Nou goed, op de tribune ging het pesten nog even door. De NAC-supporters, die bekend staan om hun spandoeken, hadden aardig uitgepakt. Jullie tegen MVV, jullie tegen Telstar, dat ging zomaar door. Elke 10 minuten werd hij vervangen. Al zagen de Twente-supporters heel sportief er de humor nog wel van in. Ja, mooi. Nou goed, er werden daarna nog wel wat rookbommen op het veld gegooid. Een roerige middag. Uitslag 1-1. En dit is voorlopig de laatste het laatste doelpunt van FC Twente in de Eredivisie. Dylan George, daar is de goal. Ja, en tot slot dan nog heel even terug naar Matthijs de Ligt. Die opnieuw dus weer een beroerde middag bleef bij Excelsior met de verkeerde terugspeelbal. Maar werkelijk niets lukte vandaag bij hem. Na aflopen ook niet. Hij geeft zijn shirt weg en gooit hem dan op het dak. Dat is toch niet te geloven? Dat kan alleen daar. Ja, dat heb je toch, ik heb dat nog nooit gezien. Maar kijk, dat denkt iemand. Ik ga die trap op, want dan kan ik dat shirt pakken. Maar aan de andere kant is ook een trap, blijkbaar. Die is sneller. En dan als een dief in de nacht. Goed. Kijk dan, met de tenen. Goed. Even, wat gaat hij dan? Hey. Ja, weg, shirt in de onderbroek. Weg. Meenemen. Ja. Oké, okay, dank je, Sjoerd. Straks nog één keer de categorie Bas Dost. Ja, en Barcelona, Real Madrid. En Barcelona, oké, okay, dank je wel. nog even terugkomend op de voorzitter van PEC. Hij heeft inmiddels nog een, na het eerste tweetje waarin hij zei van, oh, we gaan de technische staf evalueren. Gezegd van dat hij ervan uitgaat dat dat volgend seizoen met alle leden van de technische staf, althans die willen blijven, het geval is. Dus het is geen dreiging van ontslag of wat dan ook. Goed, we hebben jullie allemaal ook voor de uitzending... Oh, daar staat hij zelfs. Ja. Ja. Zeker niet dat de positie van wie dan ook bij PEC Zwolle ter discussie staat. Of niet zijn positie? Dat laat ik aan jou, Arno. Daar weet jij wel raad mee. We zullen toch echt lering moeten trekken uit de tweede seizoenshelft. Zo. Ja. Nou, die had ik ook maar niet geschreven. Maakt het niet heel veel beter, hoor. Oh, nou, ga nog even door, man. Ja. Hoe kan het gaan? Hè? Want Van het Schip zat natuurlijk daar tegen Groenendijk. Ja. Een grote grens op het gelaat. Dat boek te overhandigen. Ja. Misschien een tikje voorbarig, toch? Ja. Hè? Ja, misschien wel. We hebben jullie ook allemaal voor de uitzending gevraagd naar het moment. Er zijn natuurlijk 9 miljard momenten tijdens zo'n seizoen. Kees, wat was jouw moment? Wat heb je bedacht? Nou ja, ik heb niks bedacht. Ik ben jou verteld wat je moest zeggen. Nou, ik mocht Ali ja, bak niet meer kiezen. Nee. Dus ik heb een moment van Robert van Persie gevraagd. Het doet niet zoveel toe, welk moment. Omdat er de laatste weken ontzettend veel gezegd en geschreven is over Van Persie. Wat aan de ene kant fantastisch is en volkomen begrijpelijk. Want wat was die man goed in het moment dat hij heeft meegedaan. Hier wordt hij trouwens bijna geblesseerd. Althans, dat was tijdens de warming-up vanmiddag van de wedstrijd tegen Heerenveen. Dix. Ja. Even sorry, dat is niet echt het moment dat past bij het verhaal dat jij wilde vertellen, maar nee, ik wel. Dit waarschijnlijk wel. Ja. Dus, Ja, hij gaat ze voorzitten. Ja, nou, het gaat me meer om het feit dat we ontzettend blij waren, ik ook dus, met de rentree van Persie. Omdat we zo iemand zo nodig missen op het Nederlands voetbalveld. Het was een genot om naar te kijken. En tevens is het natuurlijk vrij armetierig dat iemand die terugkomt na zo'n periode, niet of nauwelijks hebben gevoetbald,
met de vingers in zijn neus zowat niet fit de beste is van allemaal. Ja. En dat is natuurlijk het tegenstrijdige. Fijn dat hij er is, van genoten, prachtige rentree. Maar hij, kuitachtige slotfase in de bekerfinale. En je moet toch ook constateren dat het een speler is die met een half been de rest eruit heeft gelopen.